moeten wel een beetje tempo maken. We hebben nog twee minuten. We hebben nog twee minuten, Dennis. Oh, we moeten opschieten. Vandaag nemen mijn beste vriend en ik het samen op tegen superveel andere mensen in een bouwwedstrijd. En degene die het mooiste bouwt, wint. En dit kiezen we uit met alle mensen in de game. Lukt het jou om met jouw linkerwijsvinger te liken? Dit is echt super moeilijk namelijk. En koop de merch op alexkleinshop.com. We moeten een thema kiezen en... Oh, we kunnen een zwaard maken, Dennis. Dat is super cool. Oké, hoe gaan we een zwaard maken? Oh, zullen we een mega diamond zwaard gaan maken? Dat is een super goed idee. Maar een mega diamond sword kost wel super veel dingetjes. Waar gaan we hem überhaupt neerzetten, Dennis? Volop in het midden. Hij moet echt gigantisch groot. Oké. Ik ga alvast alle blokken. Ja, we hebben diamond blocks nodig, inderdaad. Die hebben we sowieso nodig. We hebben er ook wat hout voor nodig. Ik denk dat we... dit is een moeilijke. We hebben een soort donker hout nodig. We kunnen spruce... Oh, die mag ik niet gebruiken. Spruce wood. Deze. Ja, die mag ik wel gebruiken. We kunnen een beetje afwisselen. Je hebt meerdere houtdingen. Nodig, maar ik denk spruce logs dat we die moeten gebruiken. En wat wil je gebruiken voor om het zwaard heen? We moeten natuurlijk ook een mooi randje op zwaard heen gaan maken. Dat klopt ook inderdaad. Daar hebben we net wat donkerdere blauwe blokken voor nodig. Misschien dat we daarvoor... Ja, wat kunnen we daarvoor gebruiken? We kunnen ook gewoon zwarte wol gebruiken. Dat ziet er ook wel heel erg mooi uit. Oké. Dat zwaard echt goed naar voren. Dat is een hele goede inderdaad. Dan gebruiken we daar een zwarte wol voor. Hoe gaan we hem überhaupt beginnen met maken? Doen we dat hier? Ja, hier zo, op deze manier. Oké. We moeten dit zo... Inderdaad, dat klopt, Dennis. Die daar moet hier zo de diamond doorlopen. Oh, die moet zo inderdaad. Dat heb je goed gezien. En ook het hout. De hout is stil als eerste natuurlijk. Hier moet het hout al komen. Ik heb namelijk een klein plaatje naast me van een echt diamond zwaard. Oké, nou, daarmee kunnen we hem een beetje namaken. Nou, ik denk dat we hem zo moeten doen, Dennis. Op deze manier. Want je ziet dat de onderkant van een diamond zwaard net wat donkerder is. Dit moet twee blokjes. Twee blokjes. Daartussen moet ook wood. En daarop moet dit. Dit hout, zo op deze manier. Zie je dat? Oh ja, moet hier dan onder ook nog wat hier zo? Dat doet dat niet. Ja, op deze manier. Zo, dat is perfect. Oké, en dit moet trouwens weer zo dan. Oh, dit is moeilijk om een diamond zwaard te maken. Maar hier moet dan dus uiteindelijk weer zwarte wol komen op deze manier. Want hier komt een soort handvat te staan, zoals je kan zien. En dat moet dan zo, en dan zo, en dan zo. Oh, dit is echt moeilijk. Dit is echt super moeilijk. En dan want zo, hier moet hij dan twee omhoog. Wacht, en hier moet hij dan twee zo inderdaad. En eentje daar, en dan daar twee omhoog. Want hij staat een soort van schuin eigenlijk. En dan moet hier weer één diamantblokje, en dan moet dit er zo. Drop. Oké, en dan wordt dit het handvat. Helemaal, volgens mij. Wat klopt er niet? Oh, ik zie het al, Dennis. Ja, ik zie het al helemaal. Hij moet daar zo verder, inderdaad. Oké, dan doen we die zo. En dan hier eentje erop en dan zo. Oké, zo klopt die wel. Dit ziet er gelijk al veel en veel beter uit. En wat we hier dan moeten doen, is hier komt het echte zwaardje te staan. Het echte diamond zwaardje. En die moet... hoeveel keer moet die zo, Dennis? Eens even kijken. Ik denk op deze manier. Meer... Okay. Je plaatst de hele tijd op elkaar een beetje. En dan zo drie. Ja, dat doe ik nu. Long. Hij moet gewoon best wel lang worden. Ja, maak hem gewoon maar lang. En dan plaats ik er wel zo... Oké, dat is perfect. Ongeveer zo lang of nog eentje langer? Ik weet het niet. Anders kunnen we wel altijd eentje inkorten. Ik denk dat hij zoiets moet worden. En dan dit erop. En dan zo en zo. En hebben we een goed diamond zwaard? Ik denk het wel. Hij ziet er super goed uit van de zijkant. Hier nog een beetje. Daar een puntje zo. Maar misschien dat er een ander blauw... Kunnen we deze blok... Nee, die kan je niet gebruiken. Alex, zullen we gewoon allemaal soorten kleuren zwart maken? Gewoon dat is zo gaaf. Dan zetten we hier achter, zetten we bijvoorbeeld een goud zwaard. En die laten we er dan net een beetje schuin achter komen, ja. Dus dan kopiëren we dit, deze bult gewoon. We bouwen hem hier, zo. Zo, kijk daar. Oké, dat is goed. Maar dan hebben we nu gouden blokken nodig. Dus we moeten precies namaken hoe we hem net hebben gemaakt dan eigenlijk. Dus dit daar. En dan moet hier weer hout zo en dan hout zo komen. En dan... Alex, dit is leuk. Doe dat ook meteen aan deze kant. Dan pak ik hier iron. Oké. Dan doe jij het iron zwart, inderdaad. Dan doe ik hier het hout zo. Ja, en perfect. Dit hout voor de steel zo. We twee zwaarden tegelijkertijd bouwen. We moeten wel een beetje tempo maken. We hebben nog twee minuten. Dennis. Oh, we moeten opschieten. Oh, liep bijna mijn blokje vallen. Laten we eerst dit zwart doen. Die moet zo, die moet zo. Vanaf hier begint het wol weer. Hier zo, toch? Ja, hier zo. Hier zo. Op deze manier. Ja, perfect. Oké, en dan hier dit. Daar. Oh, dit is een lastige. Zo.
Zo, en dan daarop. En dan hierop. Oké, en dit dan zo, zo, zo. Oh, ik ben het echt zo snel aan het maken. Als jij heel snel dat gouden zwaard maakt, ga ik deze zo snel mogelijk maken. En dan gaan we dit sowieso winnen, ja? Oh, dit gaat leuk worden. Er zijn nu namelijk straks zometeen 14 andere teams. En die moeten allemaal beoordelen hoe wij dit gebouwd hebben. Maar ik ben al best wel goed op weg met dit zwaardje. Dit zwaard is bijna af, Dennis. Oh, mijn zwaard gaat helemaal verkeerd. Zo, en dan gaat hij nou weer verkeerd? Nee, dat is perfect. En dan moet hij hier... Daar, wol, daar, en daar, en daar. En dan weer uiteindelijk moeten we verder. Okay, zo, en zo, 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 zo. Zo. Oké, okay, ik heb hem af. Allebei, allebei, help mij. Oké, oké, Dennis, ik kom je helpen. Hoe ben je dit eruit aan het maken? Je moet eerst dit zo doen, en dan dit zo. Oh nee, nog één minuut, Dennis. Oh, dit moet snel, snel. Niet daar. Oké, oké, ga jij de bovenkant doen, ja? Ik doe de onderkant. Oké, okay, dit zo, en dit zo, en dit zo. Zo doen? Klopt dit nu wel? Ik weet het niet, het klopt niet. Oh, nee. Nee, dit moet zo, dit moet zo, dit moet zo weg. Dit moet daar, dit moet... hoe werkt dit nou? Oké, 40 seconden, 40 seconden. Oké, dit redden we wel, dit redden we wel. Ja, ja, zo, zo, en dan deze daar. Ja, ja, perfect, perfect. Oké, oké, dit ziet er goed uit, dit ziet er heel goed uit. Het gouden zwart moet hoger, eentje hoger. Oké, go Dennis, go, 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 ik doe de bovenkant. Snel, snel, snel. Oh, dit wordt gaaf, dit wordt heel gaaf, dit wordt heel gaaf. Ja, perfect. Oké, oké. Wacht, dit moet ook nog, dit moet ook nog. Het hoekje. Oké, nu zijn alle zwaarden af. En wat ik dan ook nog wil doen is, ik wil de onderkant maken van diamond blokken. Perfect. Oh my god. Oh, dit is perfect. Dit is zo gaaf geworden, deze zwaarden. We hebben een iron zwaard, een goud zwaard en een diamant zwaard. Oké, ik ben heel benieuwd wat mensen vinden ervan. Wat is dit? Wow, dit is een zwaard en een steen. Ik vind het wel gaaf gemaakt. Dus ik geef deze een epic. Ik geef deze ook een epic. Ik vind deze vergeleken met de anders... Snap ik het idee, maar ik vind deze toch weer gelijk wat minder. Hij is wel goed, dus ik stem deze op goed. Jij een oké? Ja, oh, daar is die van ons. Hou legendary in je hand, Dennis. Hou legendary in je hand. Legendary! Oh, ik zag hier... Nee, die heeft... Hoezo heeft hij een poep? Nee, 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 nee. Hoezo? Ja, iemand heeft epic in zijn hand. Oké, dat is geweldig. Ik zie iemand een legendary net. Wat is dit? Dit is toch helemaal geen mooi zwaard? Ons zwaard was veel mooier, maar ik zie dat het een zwaard is. Dus ik geef deze een oké. Oké. Wat hebben we hier? Wow, oké. Wow. Oh, zij hebben ook allemaal zwaarden gemaakt. Ik vind deze wel goed. Uitzien. Ik geef deze een goed. Epic. Wow, kijk dit. Hij heeft hem ook in een steen gemaakt. Waarom hebben zoveel mensen een zwaard door een steen gemaakt? Ik weet het niet. Best wel, ja, origineel op zich. Eigenlijk en dit wel. Is, wat is dit? Oh, hij staat het vechten tegen een slijmmonster. Dat is episch. Wow, Daar is het gewoon een heel verhaal bij. En dit is een ninja. En deze ninja heeft een katana. Dat is geen zwaard, maar ik vind het wel goed gelukt. Of nou ja, een ninja zwaard. Wow, wat is dit? Dit zijn twee zwaarden. Eén iemand heeft een goud zwaard gemaakt. En de ander die heeft dit zwaard. Ik vind deze een poep. Ik vond hem niet zo heel mooi eigenlijk. En ja, dit is een super poep. Dit is inderdaad een super poep. Wat zijn al deze gele mannetjes hier zo ook? Wow, oh. Wow. Nee, deze vind ik niet zo mooi, Dennis. Nou, trouwens. Nee. Ja, oké. Okay. Ik vind hem wel oké, want ik zie alleen dat het een zwaard is. Oké, okay, wat is dit? Het blijft super... Nee, ik vind dit geen mooi zwaard. Het is niet deze in het midden. Nee, ik vind het ook geen eens zo'n mooi zwaard. Ik geef deze een poep. En wat is dit? Dit is iemand en die... zwaard. Oké, ik vind deze nog wel oké gelukt. Ik bedoel, ik vind hem niet heel mooi. Ik vind deze goed. Maar ik snap hem wel. En wat is dit? Dit is een soort... Wow! Kijk dat zwaard erachter. Die is echt goed gelukt. Deze vind ik wat minder, maar die erachter is wel echt gaaf. Wow! Zij hebben gewonnen, maar hoeveelste stonden wij? Oké, wij zijn... Achtste! Zo laag! Ja, ik snap ook niet hoe. Ze waren toch super mooi! Dit was het einde van deze video. Klik bij om de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Doei!